Dit zijn archiefopnamen van het vliegveld Schiphol, zoals het vroeger heette. En een veld was het inderdaad. Een echte luchthaven werd Schiphol pas na de oorlog. En nu, in 1960, wordt het 40-jarig bestaan herdacht. Zeer velen die bij de ontwikkeling van Schiphol betrokken waren, zijn ter receptie gekomen. Directeur Dellaert, die al die 40 jaar aan de groei van de luchthaven werkte en die onder andere KLM-president Ahler onder zijn gehoor had, gaf hier nog eens zijn visie op de voor de toekomst van Schiphol noodzakelijke wijzigingen. De genodigden maakten een rondrit over de luchthaven en reden daarbij ook over de nieuwe 3300 meter lange startbaan voor straalvliegtuigen. Aan de herdenking van het 40-jarig bestaan werd bijzonder relief verleend door de opening van het Nationaal Luchtvaartmuseum door minister Korthals. Deze permanente expositie heeft oud en nieuw uit de luchtvaart verzameld. Daaronder een kopie van het eerste zweefvliegtuig van Lilienthal. Verder een oude Fokker F7A uit de beginperiode van de KLM. En voorts een kopie van het vliegtuig van de gebroeders Wright uit 1903. De geschiedenis van de luchtvaart is hierbij ingebracht. Zij valt voor wat de laatste 40 jaar betreft samen met de geschiedenis van de KLM en van Schiphol.